geld geven aan een goed doel. Dat is zo 90's, dat werkt toch helemaal niet? Ofwel, kan dat niet anders? Ja, zeker wel. Shoppen tegen armoede bijvoorbeeld. Hier, check hier. Mijn vette nieuwe schort. Vandaag gekocht. Gemaakt van gerecycled plastic. Helemaal uit Vietnam. En, helemaal bijzonder, geen kinderhandjes aan te passen komen. Dus helemaal fair trade. Oh ja, Ramon gaat met zijn keukenschort de hele wereld redden. Volgens mij eet je te veel rotti, denk ik. Als jij nou eens kapt met al die biefstukken bakken en de koe die je overhoudt cadeau doet, dan kan je een heel gezin mee voeden. Ja, ja. En die wordt zeker afgeleverd door de TNT. Hè? Ik zie hem al staan hoor. Derde hutje rechts, ver weg is dan. Weet je Tigo, daar hebben ze een woord voor. Een glaasje water, Ramon. Oh, heerlijk. Dankjewel. Lekker zeg. Komt uit de wc. Gadverdamme. Water kan je gewoon drinken. Dat is gefilterd. Hier. Kijk, en zo'n filter kan je dus ook cadeau doen. Ja hoor, een waterfilter. Wat heb je daar nou aan? Geef ze liever de wc, dan maak je vanzelf schone water mee. Een wc geven, dat is pas echt van de pot gerukt. Waar gaan die grote boodschappen dan naartoe? Kunnen we niet beter toch gewoon geld geven voor een goed riool? Ik wil eigenlijk wel weten hoe het in elkaar steekt. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Als jij het uitzoekt, volgen wij jou op YouTube, Facebook en Twitter. Ik teken ervoor. Jacques doet ook mee. Kan deze wel bij het vuil? Nee! Nee, die kan je recyclen! Recyclen. Echt?